Door de zorgen van het departement van sociale zaken is in Mr. Cornelis bij Batavia de stichting Jeugdzorg opgericht. Een deel van de Indonesische jeugd ontvangt hier opleiding in diverse ambachten. Men zou dus kunnen spreken van een ambachtsschool, met dat verschil echter dat de leerlingen hier intern zijn. De stichting beschikt over een aantal primitieve gebouwen waarin de jeugd is ondergebracht en waarin de lessen worden gegeven, en ze heeft ook wat vee ter beschikking. Les in vorm tekenen. Theorie in elektrotechniek. In de smederij van de stichting. Metaalbewerking. Het veilen is een secuur werkje en deze jongeman laat zien dat hij de kunst al goed verstaat. Verder is er nog een afdeling houtbewerking waar de jongens tot meubelmakers worden opgeleid. En na gedane arbeid is het goed rusten.